Dat is geen kreksteen. En hij zei... Net schrikken. Hé. Hey. Net schrikken. Joehoe. Stomme Megan. Reisy. Dost. Hey Pieter. Hi. Reisy. Reisy. Just eruit, hé. Hey Daisy. Hoi. Dat is mijn mooi. Dat is dus de share wat ik hier heb, hè? Oh, even een zoomatje. Want ik heb namelijk iets heel leuks. Ik heb wat kriegen uit Canada. Uit Toronto. Van Karen Bennett. Ik zal het wel op zijn Nederlands uitspreken. Maar ik zal het even snel hebben. The one and only Rising Star boek. Hey, Renzi Janko. Dit is net Rising Star. Karen Bennett. Die heeft dit boek geschreven. En deze is al een skofke te keep in online als e-book. Maar nu heeft ze als verrassing voor... Reisy's birthday. Een tweede editie maken. Zal ik even zien hebben. Zie Reisy. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Maar deze is dus van al Reisy's first birthday. Ik te keep als e-book op Teespring. En het lijkt Karen wel leuk om. Other side. Het lijkt Karen wel leuk om dit setje, dus beide boeken. Even hier. No. Reisie. Nee, Pieter en Rens Janko with not Reisie. Hey, Reisie, kom eens. Maar, die komen er ik wel in voor. Het leek Karen leuk om een giveaway te doen. En een giveaway voor people who do have something with books. And who do have something with children books. Oh, my English is bad today. Yes, there he is. So, if you like books
And if you want to teach something to children and teach something about horses and horse, Hazzy. Look. Nou, let het dan achter in een comment. En dan kun je ze winnen. En we geven... Ik heb jullie nou Engels en Nederlands dronken hoor. We jouwen 12 setjes speelt. Dus als het winst, dan winst beide boeken. En er zijn 12 setjes te winnen. Dus, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Ik in ieder geval wel. Ik heb zelf ook een setje gekregen. Oh, braaf. Zo. Ik heb zelf ook een setje gekregen van Karen. Daar ben ik echt heel blij mee. En Geertje en Faya hebben één gekregen. Dat weten ze alleen nog net. Hé, hey, Rintje Janko. Moest ik even zien. Dus, ik hoop dat Karen en ik, dat ik mensen blij mooi moeten kennen. Ik vind het een heel leuk idee van Karen. En daarom werk ik er graag om mee. Want Karen heeft de boeken geschreven. En ja, het is natuurlijk waar gebeurd. Dus het is best lastig. Filmen en iets vertellen en iets beter horen tegelijk. Hey, Daisy, vind je het leuk? Gewoon een boek hoe die schreeuwen, hey. Twee boeken hoe die schreeuwen. Ja. Echt zo leuk. Tje. Nou, dus let het maar weten in een comment. En ik denk dat Karen daar hele leuke reacties uit helpt. En die bepaalt, vind ik, wie de boeken wint. Dus kom maar op met die reacties. Nou, doei jongens. Komt vast een hele leuke winnaar uit. Dan sturen we die op. 12 winnaars, moet ik zeggen. Doei. En het boek gaat natuurlijk net alleen nog over Rising Star. Maar ik... hoor... Uniek. Hey Uniek. Misschien wat ik heb. Ja. Besto, hé. Samen met Reisie. Van goed? Uniek is altijd een beetje voorzichtig. Doei.
Geertje vindt het natuurlijk wel weer interessant. Oh, de vliebes erop. Ik is altijd een beetje bang voor dit soort dingen. Gekke dingen. Dat is wel interessant. Komt er vast ik wel in voor. Ja. Dat moet ik er wel om denken. Succes! Je mag er. Of net uniek. Ja dan. Oké. Lukt wel.